Hallo mensen, welkom en leuk dat jullie kijken naar een nieuwe video. Ik ben Sean en vandaag doen wij weer Minecraft Skywars. Ja, het is weer 10:15. Ik kan het weer niet laten, maar ik ga het toch nooit leren. Dus ja, ik heb van het weekend ook niet zoveel tijd om op te nemen. Dus ik neem nu op. En het is weekend, dus nu hoef ik helemaal niet zo stil te praten. En ja, dat moest gewoon omdat ik vorige week, ja het was zondag en het was 11 uur. En een normaal mens moet al eens in bed liggen voor school, maar ik natuurlijk niet. Dus mensen, welkom terug bij een nieuwe video. En ik zou zeggen, let's go! Oké mensen, ik heb even gekozen voor Minecraft Team Skywars, was echt per ongeluk, maar ik dacht van ja, waarom niet. Het stomme hieraan vind ik dat er geen communicatie is, want dan zit je naar elkaar te kijken van wow, wat bedoelt hij nu, want moet ik hem nu iets geven of moet ik hem nu niets geven. Ik heb een broek en ik heb 16 stones en dat is het en voor de rest heb ik niets. Deze kiel gaat hij niet delen met mij, dus ja, daar hebben we helemaal niets aan. Dank dat jij alles deelt met mij, zak. Ga je direct weer een bouw naar het midden? Ja. Ik hoop dat je sterft eigenlijk. Nee, ik hoop het niet. Kom. Een aanval. Ga er zo van slaan worden of zo. Ga eens dood. Iets aan. Nee. Dat is kut. Op naar het volgende potje. Oké mensen, we zijn terug bij een nieuw potje. Vandaag gaan wij proberen het goed te doen. Dit is een solo, dus dat is ook wat ik wou, maar ik had gewoon per ongeluk iets aangeklikt. En ja, wat hebben we hier? We hebben een boot. Dat mag niet open doen. We hebben een boot, een zwaard. Ik ga even deze boomhut beklimmen, wat hier nog meer zit. Hebben wij nog eieren en helemaal niets speciaals. Dit is ook zo fucking nutteloos, want ik gebruik het toch niet. Eieren is het enige wat ik heb. En, hier nog een boom naar mij. Oké, rustig blijven. Wat kunnen wij nu doen? Wij kunnen kool hakken. En eigenlijk kunnen wij ook deze diamond hakken, want het is heel zeldzaam en belangrijk. En deze iron is eigenlijk ook wel belangrijk. Wat? What the fuck? Oftewel, dus de express. Terwijl ben ik totaal niet de enige die dat meemaakt. Waarom duren mijn potjes gemiddeld 25 seconden? Kan gewoon niet gezond zijn. Maar mensen, ik zie jullie bij het volgende potje. Oké, we zijn terug begonnen met ons derde potje van deze aflevering. Die ik hoogstwaarschijnlijk weer niet zo lang ga volhouden. Want ik hou die nooit lang vol. Maar drie kisten. Waarom heb ik nooit iets diamonds? In de vorige aflevering was er zo keiveel diamond en zo. Oh, nu weet ik het. Is op Hypixel. Ik speel altijd Minecraft Skywars op Cubecraft, omdat dat veel leuker is. En nu zit ik op Hypixel, dus nu is dat niet zo leuk. En hier is de loot ook veel ambetanter en slechter en bleh. Ik vind het niet leuk om op deze server te spelen. Dus bij het volgende potje ga ik waarschijnlijk naar Cubecraft gaan. Deze eieren hebben we ook. En die zijn aan het midden aan bouwen. Dus laten we ook daar een ding bouwen. Oké, we zijn hier al geraakt. Mensen, kijk waar we zijn. Dit is gewoon een nieuwe stap. Nee. Ik was zo goed bezig. Fuck you. Oké, nu ga ik even switchen van server. Dus ik zie jullie zo. Ja, voor jullie is het gewoon 1, 2, 3. En toen zaten we in Cubecraft. En hier is het ook gewoon veel leuker om te spelen. Want zoals jullie kunnen zien is de loot veel beter dan die andere shit in Hypixel. Want dat is gewoon niet te doen. Daar kunnen we niet mee leven. Zie ons hier hebben diamond. En nog meer diamond. En heel veel diamond. En dit kunnen we hier mooi aandoen. We hebben veel te veel chestplates. Veel te veel. Goed. En geen. Ja, dat boeit niet. Zo is het een beetje. Voor de rest valt het wel mee. En we gaan ook onze diamond hakken. Ook al hebben we dat niet echt nodig nu. En deze iron. En zo mag ook wel. Kunnen we dingen maken. Een hoed. Een cap. Hoe je het ook wel zeggen. Zo, die mag in de oven. Zo. Dat is mooi aan het smelten. Hoeveel pijlen hebben we? We hebben 5 pijlen. Dat betekent dat we mooi mogen richten. We hebben 10 darmen. En dat heeft geen nut dat we daarop gaan richten. Of we kunnen het midden gaan bouwen. Dan moeten we eerst wachten tot onze hoed af is. Dan zullen wij iedereen verslaan met ons diamond sword. Volgens mij heeft bijna iedereen een diamond sword, dat kan gewoon niet anders. Generaal 2, hoeveel hebben we er nodig? Ik denk 5 van deze dingen. En ondertussen gebeurt er helemaal niets aan de buitenwereld. Het is rustig, verrassend rustig. Deze daar, zou ik hem kunnen raken? Mooi, wacht even. En
Nice. It's cool. Here staan. Go. Kid. Here staan. Ja, die had er sowieso van. Lol. Oké, dat was makkelijk. Yo. Ben weg. Zo. Is mooi gesmolten. Kunnen we... Waar is onze crafting table? Crafting table, waar ben je? Waar ben je? Zonder een crafting table ben ik niet. Zo. Dan kunnen we zo gaan. En zo. En dan hebben we full armor. Als we nu snel en ongemerkt naar daar gaan. Naar de midden, dan kunnen we aanvallen. Maar sowieso ga ik doodgaan, want ik ken mezelf. Zo ben ik nu eenmaal. Ik ga gewoon dood. Niemand gunt mij iets. Oké, andere blokken. Zo. Oké. We zijn in het midden. We zijn al verder dan anders. Er is hier niemand. Dus dat is wel een beetje naar. Naar. Sinds wanneer gebruik ik het woord naar? Oké. Okay. We zijn hier. En ik zit al een heel stuk vooruit. Ik geef een beetje voorsprong. En cool. Eieren en zo. Dit is precies wat ik nodig heb. Nu komt er sowieso iemand naar mij en ga je mijn rug slaan of zo. Dat is gewoon een feit. Dat gebeurt altijd met mij. Kijk. Nee. Yo. Kom maar, zeg alsjeblieft dat ik win deze keer. Hoe kan ik niet winnen? Ik snap het niet. Je had niet eens een diamond sword, ik snap het echt niet meer. Oké, nog één potje. Oké, hier zitten we dan bij het laatste potje van deze aflevering. De map is Beach. Het ziet er wel heel cool uit en zo. En iedereen kan gewoon aan elkaar lopen. Ja, dat is echt fucking handig en zo. Echt waar. Ze hebben hier echt over nagedacht over dat spel. Oh man. Ik heb niet zo altijd om alles te grabben en zo. Ik doe alles gewoon aan en we zien wel wat er gebeurt. Snel naar beneden gaan. Voor hetzelfde geld komen ze nu naar mij. Wat ze gaan het gewoon doen. Voel het. Het heeft allemaal geen nut meer. Is er niemand die dat midden durft rennen of gaat dat niet of zo? Bro, ja, ik toch doodgaan. Ja. Nee, dat mag niet gebeuren, ik zweer het. Nee. Oké, naar die andere map keer ik nooit meer terug. Nooit meer, ik wil er zelfs niet meer over praten. Is gewoon erg. Waarom loop ik ook naar het midden? Ik ben zo de enige sukkel die dat doet. Maar ja, waarom niet YOLO, weet je wel, Swank en Geronimo. Hier hebben we nog van alles. We hebben wel pijlen, maar geen bow, dat is ook weer zo typisch. Gelukkig hebben we een diamond sword, maar dat is ook alles. Kijk. Kijk eens wie we daar hebben. Als wij nu stiekem bouwen en hem eraf slaan, dan kan ik misschien winnen. Maar ik ga sowieso niet winnen, want gaan we door hebben. Rustig blijven, misschien is dat de tactiek. Gewoon rustig blijven. Oké. Gewoon rustig blijven. Komt alles goed, is die kilo niet serieus al weg? Is niet aan het kijken. Kan ik er dan nooit iemand van slaan of zo? Nooit. Kan ik er echt nooit iemand van slaan? Maar oké, mensen, dit was dan voor deze aflevering. Heb je nodig? Vergeet dan zeker niet een like achter te laten en te abonneren op mijn kanaal hieronder. En dan zie ik u graag terug bij een volgende video en mijn Skywars skills. Die stukken nog altijd even erg. Maar ik zie er wel een beetje verbetering in. Maar ja. Oké, tot de volgende keer. Doei.